Paul, vooraf teken je misschien wel voor 1-1, maar ik heb het gevoel dat er misschien wel meer in had gezeten zelfs. Ja, absoluut. 1-1, zoals gisteren zou je zeggen, nou, dan moeten we toch een single winnen van deze sterke Fransen. Nou, Timo speelde fantastisch. Kwam een beetje goed weg in de eerste tiebreak. Wint hij. Maar vervolgens was het alleen maar vooruitkijken en Mannarino achter hem aan proberen te hollen. Nou, dat heeft hij fantastisch naar huis gebracht, die 1-0. Gasquet begint goed. Ik had het gevoel dat hij net iets gevaarlijker was dan Robin in het begin. Wint ook de eerste set. Tweede set gelijk op. Maar toch ook had ik nog steeds het gevoel dat Gasquet iets beter was. Maar vanaf die derde set, en die Robin ook wint, en die vierde set, had ik het gevoel, hey, Robin is de betere. En ik had in die vierde set gewoon continu het gevoel, ja, we gaan naar een vijfde set. Wat komt u dan tekort daar? Nou, een beetje pech. Weet je, een beetje pech. Hij heeft een paar keer 0-30. Komt Gasquet met de goede bal op te proppen. Je moet ook een beetje lef hebben en risico nemen. Hè? En dus maak je keuzes. En ja, soms pakken die goed uit, soms niet. Ik bedoel, op 0-30, op 5-5 of op 5-4 krijgt hij eerste service. Hele goede eerste service, maar hij zit erbij. Alleen terugduwen is niet voldoende en hij slaat hem echt stevig. Maar dan gaat hij tegen de tape aan. In plaats van 0-40, 15-30. Weet je, je moet ook een beetje geluk hebben. En dan wordt hij gebroken, maar heeft hij een kans om terug te breken. En dan is dat net Gasquet die wel het puntje pakt en Robin niet. En ineens is de wedstrijd voorbij en dat is toch wel zuur. Maar 1-1 is een goede uitgangspositie voor morgen. Maar ik had het gevoel, 1,5-1,5 was een betere weerspiegeling van het krachtverschil.